Hotsakee. Oké. Dit gaat legit madness worden, mensen. We gaan hier dus nu 4 farao-bosses inspannen. Puur omdat jullie, de kijkers, dit willen. Ga ik misschien hier wel dood of melee. Ik weet niet wat hier gaat gebeuren. Dat dit een hel gaat worden. Ja, dat klopt zeker. Oké. Ze gaan ook alle 4 gewoon werken ook. Wauw. En het gaat nog snel ook. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Hexit. We gaan vandaag weer lekker verder met de Hexit serie. Mocht je er vandaag zin in hebben en je wil mij supporten, je mag en kan natuurlijk altijd alvast eventjes een like aanklikken. Bij voorbaat dank, terwijl ik hier een aantal neushoorns van afstand aan het neerschieten ben. Levensgevaarlijk die beesten neushoorns. Oh, zo dan. Hoppatee. Wow, Duffy, such bow skills. Mensen, welkom. We hebben natuurlijk gisteren allemaal kunnen zien hoe wij hier 2 keer een farao boss hebben verslagen. Ik heb zelf ook nog maar even opgezocht op het internet van, goh, droppen die beesten überhaupt nog iets enorm speciaals? Het antwoord daarop verder is, not really. Ze kunnen nog meer van hun eigen blokkers droppen. Ik noem het maar even het godenkruis, om zo maar te zeggen, wat we hebben gekregen. Daarentegen is wel enorm speciaal. Is in ieder geval het beste item wat we van kunnen krijgen. Dus dat we die hebben is best wel sick. Ik had natuurlijk ook de vraagtekens bij, oké, wat de freaking hell is dat? Is dat Quantum Dust of zoiets? En daar heeft Carlo de grote antwoord op gegeven. Namelijk, Quantum Dust is used to craft the essence for super potions. Essence for observation, essence for entanglement en... Een Quantrium computer en Quantarium goggles of zoiets. In ieder geval, daar is dat voor. Dingen die wij hoogstwaarschijnlijk, als ik heel eerlijk ben, niet zullen gaan gebruiken. Dus ja, dankjewel natuurlijk wel voor het opzoeken ervan. Ik wist namelijk het zelf ook niet, maar niet iets wat wij nodig hebben. Wat wij nu gaan doen, mensen, is wij gaan nu eerst eventjes naar huis. Want het geluid wel ontiegelijk hard nog staat van de boss van gisteren. Holy freaking shit. Wat wij gaan doen is, wij gaan nu eerst eventjes naar huis toe. Dan gaan we even slapen. Dan gaan wij terug naar de desert. Dan gaan wij 4 farao-bossen inspannen. Puur voor de Jodo, omdat wij dat kunnen. Nee, mensen zeiden, Duffy, span alle 4 de bossen gewoon in. Kijk wat er gaat gebeuren. Dus we gaan zo meteen 4 van die farao-bossen inspannen. En daarna vind ik het echt wel tijd dat wij ons gaan klaarmaken voor de Twilight Wereld. We gaan dus dan de portal maken naar de Twilight Wereld. We gaan de bloemen ervoor neerzetten. Het water, de diamond erin flikkeren. Kortom, wij gaan dan er gewoon lekker druk mee bezig om ons zo snel mogelijk naar die Twilight Wereld te kunnen verplaatsen, zeg maar. We maken ondertussen nog wel even een stafje erbij. Dat is wel even handig. Bam, bam. Gaan we deze snel even repareren nog. Of enchanten. Moeten natuurlijk ook even gaan kijken voor het gear qua repareren. Wat allemaal wel en wat allemaal niet gaat lukken. Want ja, ons gear moet wel een klein beetje worden gerepareerd, denk ik. Sowieso moeten we ook natuurlijk in de Twilight wereld een kleine base gaan bouwen. Dat is natuurlijk ook altijd wel handig. Anders moeten we de hele tijd door de portal naar portal om weer naar huis te komen. Is op zich niet zo'n heel groot probleem. Maar ik heb het toch liever dat wij een soort van... ja, een veilige plek hebben waar wij, wij langs kunnen. Wat de fuck is hier gaande? Ga eens weg. Oké. Zo, oké. Goed. Wat wij gaan doen is, wij gaan dus nu hier dus allemaal nu bosses inspannen. Zo moest hij volgens mij of niet? Moest hij nou zo? Ik heb het namelijk gisteren gedaan en ik weet het nu al niet meer. Legit. Ik ben heel geneigd nu even eentje in te spannen. Gaan we niet doen, maar goed. Dan doen we dit ook meteen daarnaast. Zo'n hop. Kom op, ja. Daar, daarnaast, oh, daar en daar. Oké, wacht, dit gaat echt madness worden, dit mensen. Dit gaat echt madness worden. Als we 4 van deze bosses gaan oproepen, dat like, brah. Wacht, kan dit eigenlijk wel zo dicht naast elkaar? Volgens mij kan het niet zo dicht naast elkaar, omdat ze ook nog iets naast elkaar moeten. Omdat ze natuurlijk ook nog, hoe heet dat? Blokjes gaan zetten, wat dan ook. Voor mij is dit dicht bij elkaar. Even eentje ertussen doen, even, gewoon even zo. Zo. Hop. Die ertussen, dan die. Oké, dat is er weer eentje. Right, klopt dat? Nee, we hebben er hier eentje te veel. Die moet daar, die mag weg. Oké, dat is weer een plek ready voor zo'n beest. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, bam, bam. Bam, bam. Oké, dan doen we het ook nog even aan deze kant. Doen we 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hup. Oké. Dit gaat legit madness worden, mensen. We gaan hier dus nu 4 farao-bosses inspannen. Puur omdat jullie, de kijkers, dit willen. Ga ik misschien hier wel dood of melee. Ik weet niet wat hier gaat gebeuren. Dat dit een hel gaat worden. Ja, dat klopt zeker. Oké. Ze gaan ook alle 4 gewoon werken ook. Wauw. En het gaat nog snel ook. Voor u, wordt dit een superpyramide of zo? What the fuck is going on? Wow, oké, daar hebben ze. We hebben 4 farao-bosses. Hallo. Jij ook. Hoi. Kom maar. Dit gaat echt een hel worden, mensen. Ik heb het geluid gelukkig wat zachter staan. Dit wordt anders echt een hel. Hoi.
Jullie moeten allemaal dood. Ja, jullie moeten echt allemaal dood. Ook jullie onderdanen. Moeten allemaal dood. Oh jeetje. What the freaking hell ben ik in godsnaam aan het doen? Met vier faro bosses. What the fuck, yo. Oh. Nope, nope. Eén. Dat is niet goed. Dat is niet goed. We zijn blind. Ik zie niks. Oké, daar zien we ze. Oké, ik weet niet of zeg maar die beesten ook een bepaalde effect nog op zich hebben. Wow. Oké. Ik dodge hier. Oh, ze hebben ook wel echt een zombie met effecten allemaal. Wauw, ga dood, ga dood. Oké, kom dan hier, boss. Kom dan. Ja, jij bent een boss, hè. Kom dan. Jullie moeten allemaal dood. Allemaal dood, jullie. Wauw, er zijn fucking veel zombies. Of, ik weet dat... mummies bedoel ik. Zombies, wauw. Er zijn fucking veel mummies met vier bosses. Holy shit. Ah, sterf. Oh. Kom op, kom op. Oké. Ik weet niet of ik überhaupt al een boss dood heb. Ik weet het niet. Voor mij heb ik nu een boss dood. En nu heb ik nog een boss dood, oké. Maar er leeft ook nog ergens een boss met vies veel HP. Waar zit je dan? Motherfucker? Hier zit jij. Aha. Je loopt gewoon hier een beetje te campen, jij, motherfucker. Waar ben je nu? Hier. Je steekt je eigen onderdaan in de fik, man. Je bent ook dood, hoppatee. Kom dan. Ga maar lekker dood. Kom maar. Oh, dat is een mummie. Fuck, hè? Waar is die? Daar is die. Oh, je dodgt alles wel goed, moet ik zeggen. Wauw. Speedhacks, confirmed, kappa. Oh, damn, waar ben je? Hè? Hier. Fucking hell. Hij komt de hele tijd, komt hij dus achter me. Ja, dit keer zag ik je waar ik kwam. Ik heb ook weer een nieuw Jasper blok van hem. Ook het ook moet uitspreken. Hoppatee. Zoals jullie hebben gezien, mensen. Jullie hoeven het maar te roepen en het gebeurt gewoon. Jullie wouden vier van deze fucking bosses dat die werden ingespand. Dan doen we dat gewoon. Dan spannen wij gewoon vier van deze dingen in, kappa. We krijgen er ondertussen wel natuurlijk lekker XP van. Dat is natuurlijk het chillen eraan dat wij gewoon hiermee door, of hiermee hierdoor ons gear kunnen repareren, of course. Ik weet niet waar jij naartoe wil, mummy. Maar jij moet ook nog even dood. Hoppatee. Ik moet zeggen, leuke ervaring. We hebben ervan gekregen. Eén nieuw Jasper blok. Of Jasper blok, ik weet niet hoe ik het überhaupt moet uitspreken. Een Diamond Shield. En zoals je kan zien, mensen. Ik denk dat wij heel veel mazzel hebben gehad met dit ding dat we hebben gekregen. Want we hebben het gewoon niet. We hebben het gewoon wederom niet gekregen. En dat is toch best wel. Ik denk van, hé, wauw, dan hebben we inderdaad een item gekregen. Wat behoorlijk rare is. En dat wij hem gewoon hebben gekregen. Mogen we echt blij mee zijn. Dus ja, dat is wel nice wat dat betreft. Ja, weet je, ik bedoel, ik heb toch één blok teruggekregen. Dan heb ik zoiets van, ja, weet je. Dan wil ik er nog eentje hebben. We hebben die blok allemaal niet voor niks. We kunnen het maar beter gewoon allemaal meteen doen. Dan, hè? Nou, doe maar. Schiet eens op. Bouw je graftombe. Ik vraag me wel af. Waarom gaat eentje langzaam? En gingen deze allemaal enorm snel? Wat trouwens ook de vraag was aan kijkers van. Dus wil je er binnenin gaan kijken of er nog iets in zit? Het antwoord erop is. Er zit niks in. Ze zijn allemaal leeg. Oké. Even gecheckt voor de kijkers ook. Ik weet namelijk dat dat werd gevraagd. Wat ook werd gevraagd was of ik de particles uit wou zetten. Van de hamer. Maar het antwoord daarop is nee, want dan zet ik alle particles uit. En dat vind ik meh. En ik snap dat mensen zeggen van, oeh, altijd vuurduffie is meh. Maar, I'm sorry. Gaan we in ieder geval niet doen. Kom maar tevoorschijn, jongen. Kom maar. Ah, daar hebben we dan hoor. Lelleket. Kom dan. Oh, pow. Oh. Ja. Kijk hoe snel ik hem met een boog kan killen. Als ik raak schiet, of course. En vooral met deze boog. Bra. We ain't got no time for you, mate. Ga freaking dood. En hij is dood nu. Bam. Hoppatee. Wederom eentje dood. En zoals je kan zien, we hebben niet iets gekregen waarvan wij denken van wow. Dus we hebben nu in ieder geval wel ja, iets kunnen we confirmen in de video. Dit ding wat we hebben gekregen is gewoon een speciaal item. Mogen we best trots op zijn dat we die hebben gekregen. Want... Oh shit, what the fuck. We hebben gewoon na nog een keer 5 bosses ingespand. Hebben gisteren ook nog eentje extra. Dus al 6 bosses. Geen één meer gekregen. Dat geeft denk ik ook wel aan hoe rare het dan toch is dat wij het wel hebben gekregen. En dat we daar heel erg blij mee mogen zijn. Ben ik of course ook. Maar ja, we hebben in ieder geval dat ding gekregen. Fucking awesome. We gaan nu snel door naar huis. Hoppatee. En dan kunnen wij bezig gaan voor de Twilight wereld. Wat we verder met dit ding gaan doen, weet ik nog niet. Maar we hebben het hier ervan gekregen. Wat we dan nu gaan doen, mensen, is toch proberen om ons skill gear te gaan repareren. Wordt nacht of niet? Nee, oké. We gaan proberen ons skill gear te repareren. Oh, nou weet ik dat kijkers hebben gezegd, Duffy, laat één protection level erop zitten. Dan werkt het gewoon. We hebben dus Fiery Aura, dit en dit. Oké, als we dus hier even één level... Even kijken, voor de rest alles eraf. Oké, als we hier één unbreaking level oplaten. Oh, zo. Nee, één protection level bedoel ik. Eén zo. Oké, we doen eventjes nu dit... Repair. Oh my god. You have to be freaking kidding me. Waar staat, wat hadden we hadden Fiery Aura erop.
Enchant. Dit was ongeveer voor mij wat we erop hadden. Maakt op zich gewoon niet helemaal uit. We hebben hier Protection 3. Oké, Protection 3 en Unbreaking 3. Oké, Protection 3, Unbreaking 3. Oké, Protection 4 maken we er natuurlijk van. Unbreaking 3 maken we er ook van. Verder van hoeven niet, want we hebben natuurlijk dat andere ding. Laten we hier ook nog eventjes gewoon Thorns opzetten. Fuck dit. Enchant, hoppatee. Oké, Skill Boots gerepareerd. Check. Dit is wel een handige manier. We hebben hier alleen maar Protection op en Unbreaking. Oké. Protection en Unbreaking. We halen deze Enchant eraf. We repareren hem. We flikkeren die erop. Oh nee, moet ik wel de Unbreaking hebben. Hoppatee. Wat gaan we nog meer opzetten? Hebben we überhaupt iets nodig? Ik weet niet. Cold Touch. Ik weet niet wat het is. Maar we zetten ook Cold... Nou, nee. Dat hebben we eigenlijk... Ik weet niet wat het doet. Dus we hebben er eigenlijk ook helemaal niks aan. Aqua Infinity zetten we erop. Fuck deze shit. Oké, hoppatee. Aqua Infinity. Onderwater. Bullshit. Oké. Dan hebben we natuurlijk nog onze leggings. Skill leggings. Daar hebben we op zitten. Protection, Unbreaking, Fiery Aura. Oké. Fiery Aura 0. Breaking 0. Protection level 1. Enchant. Repareer. Hop. Hop. En Fiery Aura. Jij staat hier. Oei. We cannot get that one on it. Als we Unbreaking 2 erop zetten. En we doen Fiery Aura. Hey, ik zeg, als wij hier Protection 4 opzetten, Unbreaking 2 opzetten, kunnen we dan wel Fiery Aura? Als we daarop is, ja, oké, Enchant, oké. Maar als we nu deze hier naartoe willen doen, kost ons 11 levels, oké. Dat hebben we in ieder geval niet, deze 11 levels, maar onze gear is wel gerepareerd. Oké, er zit Unbreaking 2 op, dat zou inhouden dat hij net eventjes iets sneller zou gaan. Maar, ja, weet je, ik denk dat dit wel oké te doen is. Goed, hebben we dit inmiddels ook klaar. Ik wou natuurlijk nu naar de Twilight-wereld gaan, maar ik bedenk me nu, we moeten ook nog deze hartjes maken. Shit. Oké, dan gaan we eerst nu bezig met die hartjes te maken. Dat is natuurlijk dat we extra HP krijgen. Daarna gaan we bezig voor de Twilight-wereld. Even snel deze emeralds bij craften. Hoppatee. Hoppatee. Bam, bam, bam. Oké. Laten we nou eerst maar even deze hartjes erbij gaan maken. We typen gewoon eventjes hard. Dat zijn deze. Dit is gewoon... Aluminium ingots. Oké. Aluminium. 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 1, 2, 4, 6, 8. Check. Dan hebben we nog meer nodig. Een hart. Een jewel apple. Oké, appel met diamond en die dingen. Oké, dus 1, 2. Deze twee. Dan hebben we nodig. Appels hebben we hier al. Oké, hebben we appels met diamond nodig. Nog nooit gemaakt. Maar eens moet de eerste keer zijn, I guess. Die zetten we gewoon daar. Daar, 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 daar. Oké, we hebben de soort van gouden appels gemaakt. Deze kunnen we dan op deze manier ook nog zo maken. Dan hebben we dus empty, ja, empty canister? Canister? Geen idee, in ieder geval hebben we nodig. Doen we lekker zo en kabam en kabam. Oké. Dit is gewoon een permanent, zoals je kan zien, een permanente HP boost. Kortom, hiermee krijgen we een permanente boost van 2 hartjes. Hoe gebruik ik dit in godsnaam? Oh. Hoe gebruik ik dit nu? Jongens, alsjeblieft, iemand. What the fuck? Ik dacht gewoon iets van rechtermuisknop of zo, maar blijkbaar is dat antwoord nee. Wacht eens eventjes. Aha. Daar, I guess. Nou, als we dit nu ook nog even uittrekken. Oké, we hebben in ieder geval nu een soort van hartjes effect hier. Wat nu geel wordt. En dit is gewoon langzaam aan het oplopen. Dus oké, hier moeten we dus... Waarom heb ik hier nou nog steeds mijn skill gedaan? Ga eens uit. Gaat hier automatisch door aan of zo? Ik weet het niet. In ieder geval, dit gaat even uit zo. Oké, zoals je kunt zien, we hebben dus nu 2 gouden hartjes. Ik denk dat dit dus de hartjes zijn waarom het gaat. Dat betekent dus... Dat is gewoon extra HP. Dus we kunnen nu ons hele HP verliezen. Dan hebben we nog steeds 2 hartjes over. Ik denk dat het zo werkt. Oké, episch hebben we dat ook gefixt. Dat betekent we zijn ready voor de Twilight wereld. Mensen, maak jullie bos maar nat. Want morgen zitten wij in de Twilight wereld. Voor nu mensen, bedankt jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van Hexit. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet even te liken, te reageren, te abonneren. En ik hoop je te komen morgen te zien in de Twilight wereld.